Hoe krijg ik nou meer energie? Dat is niet alleen een hele goede vraag, het is ook belangrijk om het antwoord te weten. Hoe krijg ik nou meer energie? Hoe krijg ik nou de energie dat ik elke dag denk, wow, ik ga mijn bed uit en ik ga wat doen? Ja, ik ben daar ook een hele tijd naar op zoek geweest. Hoe krijg ik nou meer energie? Want geloof het of niet, ik was eigenlijk altijd degene die tot, nou laten we zeggen, vijf jaar, zes, zeven jaar terug, altijd gewoon tot twaalf uur, één uur in zijn bed lag... Smiddags een beetje ging chillen, s'avonds een paar uurtjes werkte. Tot, de, tot vaak midden in de nacht en dat was het. Dat was het. En ik kwam niet ver vooruit, ik had ook niet heel veel te doen. Ik had ook niet heel veel te klagen. Het was ook allemaal niet, het was ook allemaal niet bijzonder. Het was gewoon elke dag weer hetzelfde. Elke dag ging ik om de uur of twaalf naar bed. Ging ik even ergens ontbijten en dan ging ik een beetje mensen bezoeken of bij vrienden langs. En dan ging ik s'avonds even eten ergens. En dan ging ik op mijn gemakje nog even s'avonds achter mijn scherm zitten en om een uurtje of tien, elf dacht ik, nou ik ga nog eens eventjes naar de kroeg. Laten we daar eventjes kijken of daar nog wat te doen is. En dat was het. En dan kwam ik om een uur of één, twee thuis. En dan hoefde ik niet eens veel te drinken, maar dat was meer gewoon van, ja, dan ben ik even weg geweest. Nu ben ik moe, ik ga naar bed. Ja, prima ergens. Ergens is het prima, maar het schiet er niet heel veel op. Snap je? Ik kreeg niet heel veel gedaan. Ik verdiende wel mijn geld, maar het was ook niet dat ik zei van nou, oh, nou wat heb ik, uh, poh, wat heb ik veel gedaan de vandaag. Ja, hoe krijg je nou meer energie? Hoe krijg ik nou de energie om daar wel vol voor te gaan? Om wel dingen klaar te krijgen, om wel te kunnen zeggen, hé, hey, dit was een goede dag. Dit, dit was weer een goede dag. Het is eigenlijk heel simpel. Eigenlijk, als je alles analyseert, als je goed kijkt van waar ben ik nou mee bezig, dan wordt het heel simpel. En als hetzelfde met meer energie krijgen, ik wil meer energie, dan kun je ook de vraag stellen: hoe komt het dat ik niet veel energie heb? He, je kunt wel denken van: oké, okay, ik moet iets hebben om. Nee, soms wil het ook gewoon nodig zijn dat je eens even kijkt van: hé, hey, wat ben ik aan het doen? En daar ging ik eens op letten. En dat was vooral bij mij op een gegeven moment, omdat ik toen voor het eerst vader werd. En op een gegeven moment word je dan in een nieuw ritme gezet, ja, door je baby, door je kind. En dat is ergens logisch, maar ergens is het ook goed om dan eens even bij stil te staan van, hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hoe ben ik nou bezig? En toen kwam ik achter heel veel dingen die ik ervoor helemaal niet wist. Ik ben achter zoveel dingen gekomen dat ik dacht, ja, maar als ik dit eerder had geweten, waar heb ik dan eigenlijk al die laatste, nou, vijf jaar aan verspeeld? Misschien wel tien jaar. Nou nee, ja, vijf jaar. Vijf jaar, zes jaar, waar heb ik die aan verspeeld? Aan het hangen, aan het chillen, aan het... Ja, ...doen alsof ik heel druk was. Nee, ja, ik deed niet eens alsof ik heel druk was. Iedereen wist dat ik niet heel druk was, maar dat ik wel eigenlijk geld verdiende. He, dat was een beetje zoals de meeste mensen mij mee zagen. Van ja, Timo, ja, die hoeft nooit zo hard te werken. Die verdient zich veel te makkelijk. Ik weet ook niet waar dat vandaan kwam. Ik weet het ook niet, maar ik had gewoon niet veel kosten. Misschien dat dat het wel was. Ik had gewoon niet veel kosten, dus ik hield ook snel geld over. Dat kan natuurlijk ook. En vandaag de dag heb ik gewoon echt wel door... Van, ...wacht eens even, de laatste vijf jaar... En dan heb ik het zeg maar vanaf 2015 tot 2020, echt deze laatste vijf jaar, ben ik zo ontzettend vooruit gegaan. Ben ik zo ontzettend ver verder gekomen, echt verder gekomen, dat ik echt denk van wow, als ik dit deze afgelopen vijf jaar eerder had geweten, had ik veel meer gedaan gekregen in die vijf jaar ervoor. Ja, en dat vind ik gewoon fascinerend en dat wil ik ook graag met je delen. Want misschien herken je het wel, misschien dat je zelf ook wel eens iets hebt van nou, ik ben vaak wel enthousiast en ik wil heel graag, alleen ik heb niet de juiste energie om aan de slag te gaan. Of ik zit dan op de bank en dan denk ik, oh, ik heb eigenlijk echt geen zin om te beginnen. Of ochtends dat ik mijn bed met moeite uit kan komen. Misschien ken je dat, dat je ochtends wakker wordt en dat je denkt, oh, ik wil mijn bed niet uit. Mag ik alsjeblieft blijven liggen? Ik wil alsjeblieft, alsjeblieft mag ik blijven liggen. Of dat je even snoest, even, even snoest, even die, die wekker aantikken, even pam. Oh, nog even vijf minuutjes. En dan gaat hij weer. Oh nee, ik wil er niet uit. Oh, nog een keer snoezen. En dan vervolgens ben je eigenlijk te laat. He, dan kom je uiteindelijk wel in je bed. En dan denk je, oh nee, ik heb weinig tijd. Oh, ik moet nog tanden poetsen. Ik moet, moet nog douchen. Moet nog... Dat. En dat, dat had ik op een gegeven moment ook. Dat ik door had verwacht eens even. Dit, mijn ritme klopt nog niet bij wat ik elke dag moet doen. Ik zit nog in het oude ritme. Mijn lichaam zit nog in het oude ritme. Ik, ik wil wel, in mijn hoofd wil ik wel. Maar mijn lichaam wil nog niet mee. En dat is vaak wat we onderschatten. We onderschatten dat als je hoofd zegt, ja, 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 we gaan ervoor, dat je lichaam mee moet komen. Je lichaam, de, de, de reactie van je lichaam op dingen, dat komt langzaam erachteraan. Dus je kunt in je hoofd wel bedenken van, hé, hey, ik ga rennen. Maar dan gaat je lichaam daarna pas in beweging komen. En dat is eigenlijk hetzelfde met meer energie krijgen. Je kunt in je hoofd heel veel energie hebben. Je denkt, oh, ik wil heel veel doen, ik wil heel veel doen, oh, ik wil heel veel doen, ik wil dit doen, dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. Maar je lichaam moet wel meewerken. En hoe krijg je nou je lichaam in de juiste energie, in de juiste beweging? En hoe kan je nou zorgen dat je dat vasthoudt? Dat heeft met meerdere dingen te maken. En voor mij zijn dat hele uitgesproken dingen heb ik inmiddels ontdekt. En dat kan voor jou werken, maar dat kan ook misschien gedeeltelijk voor jou werken of misschien helemaal niet voor jou werken. Laat ik dat er even bij zeggen, want ik deel puur en alleen eventjes wat ik uit eigen ervaring heb ontdekt. Van wacht eens even, als ik dit dus aanpas, dan gebeurt er dat. En als ik dit dus doe, dan gebeurt er dat. Dus ik ben echt gaan analyseren van hey, wanneer heb ik energie en wanneer niet. En wat ik je als eerste kan aanbevelen is. Hou een dagboek bij. Hou gewoon eens heel simpel een dagboek bij met... hé, hey, wat ben ik nou aan het doen? Maak dus eigenlijk gewoon een dagboek waarin je gewoon zegt van... oké, okay, ik ga bijhouden met wat ik eet en drink op een dag. Hoeveel ik slaap. Eigenlijk heel simpel, een dagboek. En in dat dagboek ga je dingen bijhouden. En als je daarin gaat bijhouden wat je doet... kun je dus ook het resultaat zien. Het is heel simpel. Ik weet niet of je drinkt, maar misschien heb je wel eens gedronken of doe je dat regelmatig. Als je veel drinkt of te veel drinkt, uh, laat ik het anders zeggen, je hebt wel eens van die ochtenden dat je denkt, ik heb gisteren te veel gedronken. Nou, dat. Dan weet je dus, als ik veel drink, dan voel ik mij zo daarna. En dat zou je dus met alles kunnen doen. Want misschien herken je het ook wel eens dat je denkt, oh, ik barst van de energie, wat gaan we doen, wat gaan we doen, oh, ik heb weinig te doen, maar ik wil zoveel doen. Dat je. Eigenlijk van de zenuwen niet kunt slapen, van het enthousiasme niet rustig kunt worden. Dat je echt een beetje een, 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 ja, een adrenaline kick misschien wel hebt of een energieboost. Dat je op een gegeven moment denkt: wow, 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 ken je dat? Dat zijn momenten die zou je terug moeten kunnen herleiden. Van hé, hey, waar komt dat dan door? Wat is er de afgelopen 12 uur, 24 uur gebeurd waardoor ik nu zo ben? En zo ben ik er ook naar gaan kijken. Hoe komt het dat ik zo verrot ben? Hoe komt het? Hoe komt het dat ik geen energie heb? Hoe komt het dat ik mijn bed niet uit wil komen? Hoe kom... Ik ben erop gaan letten. En met het dagboek ben ik gewoon heel simpel gaan bijhouden. Van oké okay, dagboek, ik wil bijhouden wat ik eet. Ik wil bijhouden wat ik drink. En ik wil bijhouden wat ik doe met mijn slaap. En de tijden eigenlijk die ik daarin spendeer. En dat ga ik gewoon elke 24 uur ga ik dat bijhouden. Wat eet ik? Wat drink ik? Hoeveel slaap ik? Van hoe laat tot hoe laat? En wat doe ik met mijn tijd? Welke tijden besteed ik waar aan? Zit ik veel in de auto? Ben ik veel aan het lopen? Hang ik veel op de bank? Waar spendeer ik nou mijn tijd aan? En als je dat in kaart gaat brengen, ga je dus ook zien wat je doet. En dan is de truc om verschil te gaan maken. Dus eigenlijk willen we die routine gaan doorbreken. En je wil dan eigenlijk zeggen: Oké. Okay, wat ik nu eigenlijk elke keer doe, waardoor ik me eigenlijk ook zo voel, dat ga ik nu testen. Ik ga testen. En bij mij is dat met een paar dingen begonnen. Heel simpel, noodgedwongen was dat het slapen. Dus ik ben op een gegeven moment eerder naar bed gegaan om er ook eerder uit te kunnen. Nee, ik moest op een gegeven moment van 12 uur s middags eruit, moest ik op een gegeven moment gewoon ja, 5, 6, 7 uur s ochtends eruit. Want ja, kleintjes, baby's zijn gewoon vroeg wakker. In het hele begin slapen ze s'nachts ook niet helemaal door, dus dan ben je ook s'nachts nog wakker. Um, niet dat ik dat altijd deed, maar he, eventjes voor het verhaal. Dus ik was te vroeg uit en toen dacht ik van hoe kan ik nou zorgen dat ik ochtends meer energie heb? En toen ben ik op hele kleine dingen gaan letten en toen kwam ik er dus bijvoorbeeld achter dat als ik s'avonds te laat nog aan het eten was, om een uur of half negen, negen uur, dat ik de volgende ochtend er meer last van had dan dat ik s'avonds niet laat had gegeten. Dus mijn regel die ik nu bijvoorbeeld heb voor mezelf is: ik eet niet meer mijn avondeten na 7 uur s avonds. Punt. Dat is gewoon een punt. Ik eet niet meer mijn avondeten na 7 uur s avonds. Want als gevolg als ik dat wel doe, is dat ik de volgende ochtend moe ben. Dan heeft mijn lichaam dus heel veel energie gestoken in het verwerken van dat eten. En als ik een beetje bij tijds naar bed ga, denk aan een uur of 9 of 10, dan wil mijn lichaam daar dus te veel moeite mee hebben. En ben ik dus al mijn energie de volgende ochtend kwijt? Het viel mij dus op dat als ik laat had gegeten, mijn lichaam al die energie nog stopt terwijl ik slaap in het verwerken van dat eten. En dat moet het ook lichaam doen, dus dat gaat allemaal niet zo snel. Waardoor ik kapot was de volgende ochtend. Dus mijn tip is ook: zorg ervoor dat je niet te laat eet. Zorg ervoor dat je nou, vier, vijf uurtjes voordat je gaat slapen niet meer eet. Punt. Scheelt heel veel, scheelt heel veel. Drinken, drinken idem dito. Ik dronk heel veel koffie. Stop met de koffie. Stoppen met die koffie. Want die koffie die heeft me gewoon echt elke keer een boost gegeven. Een boost, boost dat als ik geen koffie had, dat ik niks meer waard was. En dit is denk ik niet overdreven een periode geweest van denk ik wel twee of drie maanden. Dat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, ik kan leven op één of twee kopjes koffie per dag. Maar dit heeft een heel groot verschil gemaakt. Ik heb veel meer energie nu van mezelf in plaats van die koffie. Want die koffie is eigenlijk ook gewoon troep. Koffie is superlekker, maar koffie moet je echt niet te veel drinken. Want uiteindelijk is het alleen maar cafeïne, cafeïne, cafeïne. Het is gewoon niet heel goed voor je lichaam. Dat is een keuze, maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Slapen. Slapen idem dito. Nou, ik liet het net al even vallen. Ik ging laat naar bed. En nu ga ik vroeg naar bed. Ik ga eigenlijk naar bed als de zon ondergaat. Gewoon heel natuurlijk. Ik heb het natuurlijke opgezocht. Hey, de zon gaat onder of het gaat schemeren, misschien is dat een signaal een teken dat ik ook naar bed moet gaan. Hè, dat komt van heel vroeger nog. Hè? Vroeger moesten ze ja, op pad als de zon scheen. Waarom zou ik kunstlicht aan gaan zetten om vervolgens uh, mezelf wakker te houden terwijl ik heel erg moe ben? Ik ben erover na gaan denken. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een beetje met de zon mee. Als de zon gaat schemeren, dan ga ik ongeveer naar bed. En als de zon bijna opkomt, ga ik eruit. En meestal heb ik ook de wedstrijd, en dat is in de zomer leuker dan in de winter. Meestal heb ik ook de wedstrijd om voor zonsopgang onderweg te zijn, buiten te zijn, aan het werk te zijn. Dan versla ik de zonsochtends. Dat vind ik altijd wel grappig, maar even dat tezijde. Slapen en de tijden. Wat doe ik met mijn tijd? En ik was heel veel tijd gewoon aan het spenderen aan uh, ja, van alles en nog wat. Dus die tijd ben ik beter op gaan letten. Want ik wil meer energie. Maar je krijgt energie als je dingen doet die je energie geven. He, als ik de hele dag op de bank hang en ik stap eraf, denk ik zo, nou, dan heb ik veel energie, want ik heb de hele dag gerust. Nee, nee, meestal niet, want dan ben je gewoon lui. Dus wat ging helpen voor mij was bewegen. Dus ik ben gaan sporten. Ik ben gewoon gaan sporten: hardlopen, rennen, gewichten even, zoeken dingen. Hele basic dingen, helemaal niet zwaar en helemaal niet intensief en helemaal niet met de doelstelling om een grote sporter te worden of, of zwaargewichten te kunnen tillen of uh, 50 kilometer te kunnen rennen, ik noem maar iets. Uh, bizar, ver trouwens, 50 kilometer. Maar vooral om te rennen. Maar wel eventjes om in beweging te komen. Want ik kwam er dus achter dat als ik meer ging bewegen, dat ik mij ook fitter voelde. Ik ben dus meer energie gaan uitgeven om meer energie te krijgen. Zo simpel is het. En dat heeft mij zoveel geholpen. Dat heeft mij zoveel geholpen. En door te gaan testen, het doorbreken eigenlijk van je routine en te gaan testen. Wat er kan, ga je ontdekken hoe je daarop werkt. En wat ik op een gegeven moment ook ontdekte, is dat als ik niet te laat at, dat het goed met begin. Maar smiddags, misschien herken je dat wel. Smiddags heb je rond 12 uur, 1 uur, 2 uur een beetje die middagdip. Dat je op een gegeven moment denkt. Oh, ik ben klaar mee. Ik wil niet meer. Ik wil, eigenlijk wil ik gewoon naar huis toe. Eigenlijk wil ik gewoon op de bank liggen en chillen. Ken je dat? Dat je ochtends in de ochtend denkt, hè, tussen 9 en 12. dat je denkt, oh lekker, we gaan ervoor. Oh, bijna lunch. En dan denk je, oh, ik heb ook wel een beetje trek. Ga lekker lunchen. En dan op een gegeven moment dat je dan denkt... rond een uur of een, zo'n uurtje, half uurtje na die lunch... dat je denkt, oeh poeh, ik heb ja, niet zoveel zin meer. Ken je dat? Nou, dat. Weet je waar dat ook door komt? In ieder geval in mijn geval... u moet het zelf gewoon even testen. In mijn geval kwam het door het eten. Ik had tussen de middag, met de lunch had ik zo slecht... Waardoor ik mijn hele energie weer omlaag haalde. Waardoor ik geen zin meer had. En toen ben ik op mijn voeding gaan letten. Toen dacht ik: van, weet je wat, ik ga niet meer acht boterhammen met, uh, noem maar wat, uh, met salami of met smeerkaas of uh, tosties maken. Ik ga niet meer dat eten smiddags. Ik ga niet meer acht tosties bouwen. En uh, mayo erop en curry erop en ketchup en uh, eten. En een colaatje bij de lunch. En een, uh... Nee, ik ga eens kijken wat stop ik er nou in. Want ik kwam er dus achter door die routine te doorbreken, door te gaan testen met mijn voeding en vooral dus het resultaat ook te gaan uh, uh, noten, ja hoe zeg je dat, Op, uh, te, dat het opvalt, hè? Dat, het, dat, het, dat je het resultaat ziet van iets, dus het resultaat ook echt beseft welk resultaat iets geeft, ging ik dingen aanpassen. En toen dacht ik in een keer van wacht eens even, als ik dus smiddags, tussen de middag, een salade neem, uh, volkoren brood eet. Uh, niet te veel met sauzen doe, niet nog een colaatje erachteraan en een bak koffie, maar gewoon water bijvoorbeeld erbij drink, ga ik in één keer een veel beter resultaat krijgen. Op het moment dat ik smiddags had geluncht en ik was met collega's, en mijn collega's die aten een beetje nou, relatief ongezond, hè, dan wil ik niet meteen zeggen vette friet en zulke dingen, maar gewoon standaard, uh, witte, witte broodjes met pindakaas, uh, broodje hagelslag, uh, gewoon... Uh, wat iedereen meestal voor de lunch eet, merkte ik dat ze meestal rond een uur of één, twee al bij me aan de deur hingen. Oh, ik heb zo geen zin meer. Ik heb zo geen zin meer. Zullen we, zullen we even wat gaan doen? Zullen we even naar buiten gaan? En ik dacht: hé, ja, hallo, hey, uh, ik ben hartstikke lekker bezig. Ik heb er zin in. Ik wil lekker door. Ik wil nog wel even twee uurtjes, drie uurtjes minimaal bezig zijn. Up, en dan gingen zij uh, nog een bakje koffie pakken, en even een peukje roken, en eventjes naar de winkel, en dan kwamen ze weer terug. En die gingen allemaal andere dingen doen. Dan denk ik, wat ben je dan de hele middag aan het doen? Je bent dus niet productief die hele middag. En dat kwam bij mij echt door het eten en drinken. Dus ik ben op mijn lunch gaan letten en doordat ik mijn lunch onder controle kreeg, door niet altijd te eten wat ik lekker vind, maar wel wat goed voor me is, boekte ik meer resultaat. Ik voelde meer energie. Ik voelde me opgewekter. Ik had meer energie. Ik, ik was vrolijker. Ik, was, ik had er meer zin in. Ik baalde ervan als het 4 uur, 5 uur, 6 uur was. Dan denk ik denk, oh, einde van de dag. Oh, jammer. He, mensen kantoren gaan dicht, mensen zijn niet meer bereikbaar. Ja, dat. Ik had er echt zin in. En dat kwam allemaal door eten en drinken. Heel simpel, eten en drinken. En met drinken ook. Ik was nooit echt fan van water. He, water. Maar ja, water is relatief goedkoop, Het is overal bijna wel verkrijgbaar. En het is goed voor je. Het is gewoon goed voor je. Veel water drinken. Een liter, anderhalve liter. Ik heb hier op kantoor ook altijd. Ik heb hier altijd zo'n uh, standaard literfles. Dit is een literfles. En die wil ik twee keer vullen op een dag. Twee keer per dag wil ik hem vullen. En als ik hem twee keer per dag heb gevuld. dan weet ik dat ik echt goed heb gedronken. Echt goed heb gedronken. En dat zijn allemaal van die kleine dingen. ga er eens op letten. Ga er eens op letten. Welke routine zit je nou in? En die routine waar je nu in zit. wat heeft dat als gevolg? Ik kan ochtends moeilijk mijn bed uitkomen. Ik heb smiddags weinig energie. S'avonds wil ik op de bank hangen en chillen. Die drie dingen, hè. Ken je die drie dingen? Ik kan ochtends mijn bed niet uitkomen. Smiddags heb ik een after lunch dip. Weet je wel, dat ik gewoon echt geen zin meer heb. Smiddags, dan wil ik naar huis, dan wil ik niks doen. En s'avonds na het eten wil ik op de bank hangen. Ken je die drie? Dit is echt een klassieketje. Als je die kent en je wilt dat niet, ga dan eens in een dagboek bijhouden wat je doet. Wat eet ik? Wat drink ik? Hoeveel slaap ik? Op welke tijden doe ik wat? En ga dan dat doorbreken. Doorbreek die routine. Doorbreek die routine en ga eens testen. Ga testen. Testen wat er kan. Oké, okay, ik drink heel veel koffie. Ik ga al mijn koffie eruit halen. Ik noem maar iets, of ik ga het afbouwen en ik ga kijken wat dat voor resultaat heeft. En je moet dan accepteren dat als je koffie bijvoorbeeld eruit haalt, dat je dus eerst een dip krijgt. Je moet eerst je lichaam weer laten wennen aan de verlaging van de cafeïne, waardoor je het eerst heel zwaar krijgt, maar daarna kom je er beter uit. Dus als je stopt met koffie, is het heel simpel. Hè? Je zit op dit niveau van koffie vrij hoog, stop je met koffie, dan voel je je energie wegzakken. zakken. Dan wil je dus eigenlijk weer naar die koffie grijpen en dit zet gewoon even door. Tot je op een gegeven moment gewoon merkt, hé, wacht eens even, ik krijg gewoon veel meer energie van mezelf. En dit, dit verschilt. Hè? Bij de een duurt dit een week. Hè? Als je een zware koffiedrinker bent, dan zou ik er wel iets langer voor uitnemen. Drink je, nou twee, nou, drink je vier kopjes per dag, dan zou dit denk ik voor een week, twee weken wel moeten werken. Maar zit je dan op de acht, negen koffer, koppen koffie per dag... Ja, trek je maar gewoon rustig een maand of misschien wel twee maanden vooruit voordat je denkt, hé, hey, wacht eens even, ik krijg meer energie. Maar dit, dit gaat dus gepaard met water drinken. In plaats van dat je koffie drinkt, moet je zeggen, weet je wat, ik pak een groot glas water en ik drink een groot glas water op. Want je moet wel die vochtinname hebben, je moet die vochtconsumptie hebben. Koffie onttrekt vocht aan je lichaam. Helemaal niet goed voor je lichaam. Tenzij je er veel water bij drinkt, hè, dan kan het wel weer. Het is ook niet goed voor je nier of voor je leven, want je krijgt het heel erg zwaar van koffie. Dus straks krijg je misschien nierfalen of wat dan ook, of een andere aandoening, dat je denkt: oh, komt het nou? Nou, misschien omdat je alleen maar koffie dronk de hele dag. Kun je niet, tien bakken koffie op een dag en thuis dronk je een glas melk en dat was het. Ja, doe dat vijf jaar, doe dat tien jaar, oké, okay, maar doe dat veertig jaar van je leven, ja, dan krijg je lichaam echt klappen van. En dat ze van die dingen... Water, water is goed voor je. Water is overal verkrijgbaar. En water moet je leren drinken. Ik vond water nooit lekker. Ik vond water nooit lekker. Je, wil je water? Nee. Ja, dan heb je niks anders. Doe maar een shootje. Shootje ook. is gewoon eigenlijk een glas met suikerklontjes. Doe maar een colaatje, Doe maar een fristie. Doe maar een, een sprite. Doe maar een... Weet je? Allemaal van die dingen. Allemaal van die suikerhoudende dranken. Die geven je allemaal eventjes een boost. Hè? Suiker ook. Overal waar suiker in zit. Dan denk je... Oké, okay, het gaat goed met mijn suiker, hop, dikke piek, oh lekker suiker, hop, en weg is de piek. En dan ga je weer. Sterker nog, vaak kom je nog lager uit ook, hè? dat je nog denkt van, oh, oh, ik ben echt moe. Dus met de lunch eet je en witte bammetjes, en weinig vezels, je drinkt er een colaatje bij, dus dan slecht eten, veel suiker, dan bah, oh, heb je toch even energie na de lunch, en dan eigenlijk een half uur later kom je in die dip terecht, want die suiker die stopt met werken. En dan moet je lichaam dat moeilijke voedsel nog gaan verteren. Ja, dat vreet energie. En dan zegt je lichaam gewoon: hé, hey, ik moet dat eten van jou nog even verteren. Dus als je het niet erg vindt, stop even al die energie in het verteren. En als ik dan klaar ben, en ik heb nog zin, en ik hoef niks anders te doen, en ik heb weer energie, dan kom ik weer naar jou toe. Ja, vind je het gek dat je vanaf het middaguur, twaalf uur, één uur, twee uur, uur, een dip krijgt waar je niet meer uitkomt? Dat je naar huis wilt, dat je thuis, hoe was je dag? Oh kapot, ik heb echt zo, ik weet het niet, oh, het was echt een zware dag. Allemaal calls en meetings en oh, even op de bank hangen hoor, krantje erbij, Netflixen. Dat komt omdat je tijdens de lunch al verpest. Dat is het, Het is heel simpel. En die koffie verpest ook heel veel en drink meer water. Het zijn allemaal van die hele basic dingen. Als je vraagt, hoe krijg ik meer energie? Ik wil ochtends niet verrot zijn als ik wakker word. Ik wil middags niet die diner dip. Ik wil s'avonds niet de hele avond op de bank hangen omdat ik kapot ben. Dan is het heel simpel. Hoe krijg ik meer energie? Ga eten, ga letten op je eten, drinken en je patroon. Doorbreek het en ga testen. Wat ik op een gegeven moment voor mezelf ook ontdekte, is een keuze, maar voor mij werkt het. Wat ik ontdekte is dat ik gewoon niet goed functioneerde met vlees. Hm, vlees. Ja. Als ik te veel vlees had gegeten, dan hing ik op de bank daarna. Oh, moest ik even uitbuiken, kon ik helemaal niks meer. En wilde ik eigenlijk gewoon niks doen. Terwijl ik dacht, wacht eens even, dit is toch helemaal niet interessant, is helemaal niet rendabel. Hoe kan ik nou s'avonds eten en dan vier uur, vijf uur lang op de bank gaan liggen? Dat vond ik echt zonde van mijn tijd, dat meen ik echt. Ik vond het zonde van mijn tijd. Ik dacht van, hé, hey, dit moet anders. Toen ben ik erop gaan letten. Dus ook omdat ik dat dagboek bijhield, ontdekte ik, wacht eens even, als ik s'avonds dus weinig vlees heb gegeten of geen vlees, Hey, je maakt misschien wel eens een, een simpel pastaatje. Ik maakte wel eens een pastaatje en dan kocht ik gewoon een zak groente en pastaatje. Daar deed ik wat room bij en dat was de pasta. Nou, dan moet er geen kip bij, ja, geen zin in. Dus snijden, doen, even makkelijk. En dan merkte ik, dus, merkte ik dus dat ik de volgende ochtend oh, vrolijk opstond, makkelijk, ging allemaal lekker. Tik-tik deed mijn ding, niks aan de hand. Ik dacht, wacht even. Normaal zat ik altijd nog een half uur in mijn ogen te wrijven en dan zat ik een beetje knikkenbollend, ging ik naar mijn werk omdat ik eigenlijk met tegenzin mijn wekker had uitgeslagen en uh, eruit was gegaan. Snap je? En dat zijn allemaal van die dingen. Als je echt, als je echt meer energie wilt... als je echt zegt, ik wil het echt... kan ik dit heel erg aanbevelen. Maak een dagboek, hou bij wat je eet, hou bij wat je drinkt... hou bij wat je doet met je tijden, waar spendeer je het aan... en let er ook heel goed op hoe je slaapt. Oh, ik ben moe wakker geworden. Oké, okay. wat is er dan de afgelopen twaalf uur gebeurd? Wat is er gebeurd? Kan ik dat beïnvloeden? Oké, okay, ik had gisteravond had ik twee biertjes op, uh, een hamburger en uh, weet ik wat, en nog een zak chips. Oké, okay, nou, avond daarna. Oké, okay, dat ga ik dus niet doen. Ik ga tot zeven uur of tot vier uur voor het slapen, vijf uur voor het slapen, ga ik niks eten. Niks zwaars in ieder geval. En dat ga ik proberen. Oké, okay, ik ga veel water drinken, ik zet die twee biertjes weg. En ik doe die zak chips ook niet. Nou, oké, okay, die vier dingen doe ik dan niet. Maar ik doe wel dat broodje hamburgers s'avonds. Nou, prima, is een keuze. Nou, en dan ga je de volgende ochtend kijken wat er gebeurt. Voor mij werkte het dus heel goed om ook het hele vlees eruit te halen. Ik kon wel s'avonds nog een burgertje eten. Ik kon s'avonds nog een stukje vis eten. Ik kon s'avonds nog een lekker kippenpootje of, of wat dan anders uh, eten. Geen probleem. Maar ik merkte dus dat ik toch iets minder energie had... ...als dat ik het niet deed. Dus ik merkte ook door dat dagboek... ...dat ik gewoon bijhield van hé, hoeveel energie heb ik de volgende dag... Merkte ik gewoon, hey, de volgende dag heb ik dat en dat gedaan. Dus dat dagboek, hou het gewoon bij en geef het misschien een cijfer. Geef het gewoon misschien een cijfer. Hè, dat je zegt, weet je wat, ik wil bijhouden mijn energie. Als ik opsta, opsta, ik wil weten uh, bij de lunch, wat er daarna gebeurt, na de lunch, na de lunch en na het diner. Heel simpel, ik ga eigenlijk deze drie, ga ik bijhouden wanneer ik opsta, na de lunch en na het diner, hoe zit ik met mijn energie. Hoe zit ik met mijn energie? En als je je energie onder controle wilt krijgen, en vooral op deze drie momenten. Dan zou ik echt eens gaan kijken naar je voeding. Kijk naar je voeding. En voor mij heeft het gewoon heel goed gewerkt om niet meer vier uur voor het, uh, voor het slapen gaan te eten en te drinken. In ieder geval niet te zwaar. Dus niet nog te zeggen om acht uur s'avonds. Oh, ik ga even heel groot bord pasta naar achter werken. En om negen uur ga ik naar bed. Nee, dat was gewoon niet te doen. Ik heb het wel eens gedaan. Hè? Ook weer om te testen. Dat was gewoon niet te doen. Dat was niet te doen. Dat was niet te doen. En, en wat voor mij gewoon werkt is geen, uh, geen uh, vlees. Geen vlees. Laat ik het anders zeggen. Ik eet wel vlees. Ik eet ook wel vis. Maar dan plan ik het. Dus stel iemand zegt: Hé, hey, kom je morgenavond even lekker uh, barbecuen? Dan zeg ik: Ja, dat is goed. Um, en dan weet ik ook: de dag daarna ben ik verrot. Ook omdat mijn lichaam er steeds minder goed tegen kan. En dat zeg ik ook bij zelden met alcohol. Als je heel lang niet drinkt en je drinkt weer een keer een glas alcohol, dan oe, oh, ben je een beetje duizelig. Ik ben gezellig. Dat komt omdat je lichaam daar natuurlijk veel minder goed tegen kan. En dat is niet erg. Dat is ergens ook een signaal dat er dus heel weinig alcohol in je lichaam is geweest, waardoor het sneller wordt opgemerkt. En dat is ook met koffie zo. En dat is dus ook met vlees zo. En dat is ook met vis. En dat is eigenlijk met alles zo. En als je heel veel suikerhoudende dranken drinkt, dan zal je dus merken als je daarmee stopt, dat je eerst in, de, in dat dal komt. Waarin je helemaal niet fijn voelt, helemaal niet prettig voelt. En dat je denkt: ik heb het nodig. Maar daar moet je doorheen. En als je daar doorheen beukt, dan zal je merken dat je daarna in een keer goede eigen energie krijgt. Maar vang dat wel op met goed eten en drinken. Want dan krijg je wel goede stoffen binnen. Je kunt niet zeggen: van nou ik drink elke dag een liter cola. Ik stop met de cola, dus ik ga ook niet wat anders drinken. Of ik ga dan Fanta drinken. Ja, dat is niet slim. Weet je, je moet dan wel zeggen: Oké, okay, ik stop met de cola en ik ga dan bijvoorbeeld in plaats van een liter cola, ga ik een liter water drinken. Dat. Ja, je moet het wel vervangen voor iets, voor iets goeds. Probeer deze drie momenten te tackelen voor jezelf. Pak gewoon een schriftje, pak je telefoon. Maak gewoon open notities op je telefoon en zet het er gewoon eens neer. Heel simpel. Maandagochtend, ik word wakker. Verrot. Geef het een cijfer, geef het gewoon een cijfer. Ik word wakker. Schaal 0 tot 10. Hoe, waarbij je 10 oh, ideaal en 0 is... nou, ik kan beter blijven liggen. Nou, ik geef het vandaag een 4. Oké, okay. nou, na de lunch doe je ook je ding. Nou, 2 uh, uur ik krijg ik mijn dinnerdip. Ik geef weer een 4, want ik wil naar huis. S'avonds na het avondeten. Oh, ben gebroken. Ik geef het een 2, want ik wil eigenlijk wel gewoon mijn bed in. Oké, okay. nou, dan heb je een 4-4-2-dag. Hm. Maar wat heb je dan gegeten en gedronken? Ga dat eens dus na. En doe het de volgende dag dan anders. Doorbreek het en ga dingen testen. Ik ben fan van... Uh, salades, uh, volkoren, hè? Gewoon, brood is op zich helemaal niet erg om te eten. Sommigen zeggen ook, oh, brood is niet goed voor je. Brood is op zich helemaal niet erg om te eten, in bepaalde mate, in de juiste maat. Maar ook als er genoeg vezels in zitten, want dat vindt je lichaam fijn. Wit brood heeft je lichaam moeite mee, zit ook niks in. Maar goed volkoren brood, ja, daar heeft je lichaam wat aan. Kijk ook echt naar volkoren brood, hè? want een meer brood is niet per definitie een volkoren brood. En volkoren is juist goed, dan wordt er graan gebruikt... En het kan bewijzen van sprekers zo zijn dat ze een casinootje wit pakken en dat ze zeggen: oh, meer granen. Ja, dan krijg je dus een casinootje wit met meer granen. Maar het gaat juist om die volkoren, hè, dat je die ook binnenkrijgt. Um, nou, dat is een heel ander verhaal trouwens. Ga dat gewoon eens testen. Testen, testen, testen. En als je mij vraagt wat kan ik nou goed eten als ontbijt, is heel simpel: ik neem gewoon plantaardige yoghurt, niet eens zuiver, maar gewoon plantaardige yoghurt. Met gewoon wat, uh, uh, wat is het, lijnzaad en wat, uh, nou, wat zaden of pitten. Punt? Dat is bijna ontbijt. Hij zegt: Ja, maar ja, ik wil graag lekker 's ochtends goed ontbijten. En, ja, dat snap ik. Maar je moet het ook gaan testen. Ga testen. En soms testen betekent ook dat je soms dingen met tegenzin doet. Testen betekent ook dat je soms dingen moet doen waarvan je zegt: Ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet lekker. Ik vond het vroeger geweldig als we op vrijdagmiddag naar de snackbar gingen. Hop, dan gingen we met zal. Hey, hoe laat is het? Half oh, twaalf. Nou, dan ga ik er vast afsluiten, want we gaan zo naar de snackbar. En dan gingen we naar de snackbar. Oh lekker, een frietje oorlog groot, een kipkontje mayo, berenklautje pinda, broodje kroket erbij, chitostikje er tussendoor en een blikje Fernandes. Lekker. Dat. En dan dacht ik oh, wat ga je allemaal eten? Ja dat. En ik had het ook allemaal op. Weet je, ik ben misschien niet heel groot en ik ben misschien niet heel erg uh, breed. Of, of, maar oh, man, 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 ik kon veel eten. En ik zat dan echt de laatste friet, zat hij nog door het bakje saus te lepelen om het op te eten. Huppa, lekker die suikers erachteraan. Nou jongen, op vrijdagmiddag hingen we allemaal op kantoor, jongen. Dan gingen we dumpen kijken, YouTube filmpjes en een beetje hangen. Ah ja, we hadden allemaal geen zin meer. Nee, vind je het gek? Snap je? En dat mis ik ergens wel, dat ik op vrijdagmiddag denk, oh, ik zou heel graag eigenlijk naar de snackbar willen. En dat is nu eigenlijk, denk ik, al niet overdreven. Denk al een paar jaar geleden dat ik dat echt fanatiek nog deed. Want toen dacht ik, ah, dat kan wel op vrijdag. Maar toch merkte ik het in mijn energie. Dat denk ik nu drie jaar geleden. Toch merkte ik het. Dus ik doe dat niet meer. En als ik ga, bestel ik niet zoveel. Het wil nog wel eens een keer zijn dat iemand langskomt en ik zeg... Hé, zal even frietje halen? Ja, dat is goed. Of een broodje kroket halen of dat. En dan denk ik van... Nou, weet je, dan plan ik dat en dat is goed. Dat is oké. Okay. Broodje kroket zit niet heel veel vlees in. Maar prima. Dus witbrood is ook niet ideaal. Maar prima. En ik merk ook gewoon dat ik daarna ja, minder productief ben en niet zoveel zin meer heb. Waar is mijn energie? Nou, mijn lichaam stopt op dat moment energie in het verteren van het voedsel. Heel simpel dus. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Wil je meer energie? Pak die drie momenten. Wat doe ik in de ochtend? Hoe voel ik me? Wat gebeurt er in de middag? Hoe voel ik me? En wat gebeurt er in de avond? En hoe voel ik me? En maak daar een dagboek van. Schrijf op wat eet ik, wat drink ik, wat doe ik met mijn slaap, wat doe ik met mijn tijd. Hang ik de hele dag op de bank? Ben ik de hele dag aan het lopen? Zorg ervoor dat je in je tijden ook gewoon wat beweging pakt af en toe. Maar begin eens met het eten. Eten en drinken voor meer energie. Testen, gewoon testen. Jij wilt het weten. Jij wilt meer energie. Dan moet je het gaan testen. Je kunt er alleen achter komen als je test. Ik kom achter dingen omdat ik het test. Als ik op een gegeven moment door heb, van wacht eens even. Als ik dat dus eet, dan gebeurt er dat. En als ik dat niet eet, gebeurt er dit. En je merkt het in je hele lichaam. Je merkt het echt in alles. En je zult ook merken dat misschien kwaaltjes die je misschien hebt, dat je denkt: oh, ah, ik heb hier altijd een dingetje. Of ik heb altijd hier een beetje jeuk. Of ik heb altijd, weet ik wat. Uh, Verzin het maar, je zult merken dat sommige dingen verdwijnen. Dat je denkt. Hoe? Hada, hè? Ik had toch altijd hier een, een, een pukkeltje, of ik had hier toch altijd een, een wondje dat nooit dicht ging, noem nog iets. Dat is, je zal zien dat het verdwijnt. Of niet direct, hè? het is geen garantie dat dat wondje verdwijnt, maar je zult merken dat je lichaam zich ook ja, zichtbaar laat beïnvloeden door wat er gebeurt, door wat je eet en drinkt. En wat je hierin stopt. Dat zorgt voor je hele lichaam en ook voor hier, voor die bovenkamer. Ga er wat mee doen. Als je het echt wilt, als je echt zegt ik wil meer energie, begin hier eens mee. Begin hier eens mee en doe dit. He, en je zegt ja dagboek, hoe lang moet ik dat dan doen? Nou, ik zou zeggen begin er eens gewoon 30 dagen mee. 30 dagen is goed te doen en verleng dat gewoon naar 60 dagen als het bevalt. En misschien moet je dat wel een hele tijd blijven doen tot het gewoon in je routine zit. Dat je gewoon zegt: Oké, okay, ik heb nu mijn eigen ontbijt, mijn eigen avondeten, mijn eigen lunch. Ik heb het allemaal op orde. Ik durf nee te zeggen als iemand zegt: Hé, hey, wil je een broodje mayo met een snackje ertussen? Dat je dan zegt: Ah, beter voor niet. Ik neem wel een. Of dat je beseft: Oké, okay, ik doe het wel, want ik weet wat de gevolgen zijn. Hè, dat wil echt niet zeggen dat je nu vegetarisch moet worden en dat je helemaal niks meer mag en kan. Maar het is wel even van: meer energie, test het. Test het, test het, test het. het is heel simpel. Wil je erachter komen, hoe krijg je nou meer energie? Ga testen. En ik ben erachter gekomen, en dat heeft me echt heel veel tijd gekost, ongemerkt, dat heel veel door mijn voeding kwam. Ik kan ochtends nu gewoon om 4 uur, soms om half vier, soms om 3 uur, kan ik gewoon mijn bed uitkomen. En ik denk, ja, heb genoeg geslapen, ik ben wakker geworden, zonder wekker, dan kom ik er gewoon uit. En ik denk, nou, ik ga het doen. Ik heb, er, ik heb er ook echt zin in. En dan kom ik ochtends op mijn werk en dan stort ik niet in. Dan doe ik lekker mijn ding. En ik doe even een ontbijtje. En ik doe even een koffietje rond een uur of negen. En dan ga ik gewoon mijn dag lekker beginnen. En dan word ik om uh, een uur of twaalf, één pak ik een goede lunch erbij. En dan ga ik gewoon nog door tot een uur of drie, vier, soms vijf. En dan denk ik denk, nou, lekker, ik ga naar huis en dan ga ik naar huis toe. En dan heb ik nog een paar kinderen zitten. En dan ga ik met die kinderen nog even spelen en doen. En gezellig en leuk. En oh, papa is er en oh, spelen en lekker druk doen. En dan ga ik ze daarna nog eventjes... Nou, dan gaan we nog even eten trouwens. nog Eerst even eten, soms nog in bad. Dan nog op bed leggen. En dan s'avonds op de bank wil ik ook gewoon nog wel eens even... Ik klap nog even mijn laptopje over, even wat dingetjes doen. Of ik maak nog even een filmpje, want die kan ik dan even lekker posten. Ik barst echt van de energie. En dan een uur of negen ga ik naar bed. Hé, hey, zes uur later, zeven uur later. Wakker worden is helemaal niet raar. Mijn lichaam heeft nergens moeite mee. Dus s'nachts kan ik echt tot rust komen... Zelfs als ik gebroken nacht heb, zelfs als de kinderen, s'nachts, eh, ik kan niet slapen. Oh, ik heb een nachtmerrie. Oh, mijn voet doet pijn. Oh, ik ben mijn pop kwijt. Oh, mijn... dat. Zelfs dan kom ik er gewoon doorheen. En dan word ik ochtends wakker. Vannacht ook. Nou, ik weet niet, uh, vannacht, ik dus ben er één keer uit geweest voor mijn middelste dochter, twee keer voor de oudste. Uh, en de jongste die lag sowieso te spoken. Ja, ik denk dat ik, nou, niet overdreven, elk uur op de klok voorbij heb zien komen. Eén uur, half twee, drie uur, half vier. 11 uh, uur. Ja, nou, ik heb eigenlijk elke uur wel gezien. Ik weet niet. Ik sta hier nu gewoon, hoe laat is het? Het is half zes. Ik ben gewoon een video aan het opnemen. Zonder problemen. Ik heb ook helemaal geen moeite ermee. Ik heb nog geen koffie op. Ik heb nog geen ontbijt op. Ik heb alleen veel water gedronken. Heel simpel. En dit doe ik niet toevallig vandaag. Dit doe ik al een jaar. Niet overdreven. Al een jaar. Als het niet langer is hoor, je kan het terugzien op mijn tijdlijn. Misschien al langer. Sta ik heel vroeg op. En doe ik mijn ding. Elke dag weer. Elke dag weer. En ik kan het. En ik merk gewoon dat het niet beperkt. Ik ben niet uitgeput. Ik ben niet moe. Ik loop nergens op mijn, op, mijn, op mijn tenen of op mijn tandvlees. Of dat ik denk, oh, ik stort in. Nee, maar het heeft allemaal te maken met mijn voeding. Het heeft in mijn beleving allemaal te maken met mijn voeding. Op tijd slapen, goed bewegen, goede voeding, geeft mij meer energie. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Wil je nou nog wat meer over weten? Stuur me gerust een berichtje of kijk eventjes naar de andere video's want ik heb er al vaker wat over verteld en hopelijk ga je hiermee ook meer energie krijgen.